Die denkt dat hij in de oorlogstijd leeft. Die Bart de Wever is die ziek in zijn kop. Die wil de held uithangen, maar... Nog even hebben wij hier de macht. De moslims gaan hier de macht pakken. Nog even. Dus Bart de Kloet... Wij willen vrede en zeker niet voor even! Van de Bolivarplaats naar het Sint-Jansplein. 5 kilometer hebben de betogers om hun boodschap duidelijk te maken. In Antwerpen is er geen plek voor haat en terreur. Veel moslims voelen zich sinds de aanslagen in Parijs geviseerd. Ook daarom komen zij vandaag op straat. Bij de betogers ook mensen van burgerbeweging Hart boven Hart. Hun waken, die normaal gezien morgen zou doorgaan, is door het stadsbestuur en de politie verboden. Dit is een kans om toch nog hun stem te laten horen. Ik heb een bordje, haat is geen oplossing. We zijn hier samengekomen om te protesteren tegen racisme, vooroordelen tegen de islamitische gemeenschap. Ja, dat is gewoon, ik vind dat dat voor niks nodig is. Die hoort gewoon een beetje de held uithangen met zijn soldaten hier te zitten en zo, terwijl dat helemaal voor niks nodig is. Hij kan ook gewoon agenten hier hun werk laten doen. Dus voor mij is het, ik snap niet waarom hij soldaten hier binnenbrengt. Dus ik weet niet. Nog even. En bye bye, hè. Ik denk het wel, want er komen ook veel autochtonen naartoe, naar deze manifestaties. En zo leren we met elkaar samenwerken. En je ziet wel verandering. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk, anders zal er nooit verandering komen. Tegenover de Marokkaanse, de Turkse en de rest van de islamieten. Hetzelfde bericht door moslimfundamentalisten. Een duidelijke boodschap aan de organisatoren van de Vlaamse Pegida-beweging die morgen wilden samenkomen. Los daarvan kan men nooit een volledige religie beschuldigen voor hetgeen dat enkele doodgedraaide terroristen doen. Wanneer mensen een fout begaan, zijn zij slechts degenen die daarvoor verantwoordelijk kunnen gesteld worden. En niet de andere, laat ons zeggen 1,5 miljard mensen, die toevallig dezelfde religie beleiden. Aan Pegida, wij doen een warme, warme oproep om af te zien van jullie betogingen en in plaats daarvan jullie oogkleppen af te zetten en rond te kijken om de ware islam te leren kennen. Aan de flauwe presidenten van Vlaams Belang wil ik vriendelijk vragen om te stoppen met de angst en onwetendheid in de maatschappij te misbruiken om belachelijke voorstellen te proberen realiseren. Het voorstel van Philip de Winter in het Vlaams parlement om hoofddoeken te verbieden achter het stuur heeft nogmaals het lage niveau van jullie partij bevestigd. Stop met jullie islamhaatcampagne. In de jaren 30 waren de Joden de zondebokken. Vandaag zijn het de moslims en morgen misschien de boeddhisten. Deze manifestatie is wel een reactie op de wereld waar wij in leven. Wij weigeren om langer te zwijgen en te leven in een wereld waarbij extremisten, zowel diegenen die opereren vanuit politieke als religieuze ideologie, denken dat ze de overhand kunnen nemen. Religieuze extremisten, populisten, nationalisten en extreemrechtse partijen. Aanslagen, terreur en onderdrukking maken deel uit van hun dagelijks leven. Wij eisen dat de berichtgeving en de perceptie strookt met de realiteit. Wij bij te dragen aan het stigmatiseren van hele geloofsgemeenschappen. Een terrorist is een terrorist. Punt. Het behalen van hoge kijkcijfers door sensatienieuws mag niet belangrijker zijn dan het welzijn van onze samenleving. Daarnaast wil ik me adresseren tot de federale regering en de politici daarbuiten. Om niet enkel aan een repressief beleid te doen, maar vooral aan een beleid waarbij men de voedingsbodem van terrorisme gaat aanpakken. Maar dat geldt evenzeer voor alle gewelddadige interventies in landen als Afghanistan, Irak en Libië. Die kunnen ook op onze en moeten ook op onze verontwaardiging en verzet rekenen. Net zoals ze op straat komen om de Israëlische terreur tegen de Palestijnen aan te klagen en te veroordelen. Het kan ook niet dat onze regering en het geweld tegen burgers, waar dan ook in de wereld, de ene keer krachtig veroordelen en de andere keer onze steun of de steun eraan toezeggen of zelf er helpen aan toe bijdragen. Als het land gebombardeerd wordt en als de hele bevolking aan een moordende blokkade wordt onderworpen. Regeringen die zich vandaag verontwaardigd tonen over het wapengeweld. Ons land is een van de belangrijkste Europese exporteurs van wapens en munities naar die andere grote democratie, Saudi-Arabië. Nog nooit geen angst gehad, geen paras in mijn stad! Nog nooit geen angst gehad, geen paras in mijn stad! Nog nooit geen angst gehad, geen paras in mijn stad! Nog nooit geen angst gehad, geen paras in mijn stad!
Yeah.